In het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program worden twee panden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, die momenteel in deplorabele staat verkeren, opgeknapt. Op woensdag 3 augustus 2022 hebben de constructiemedewerkers het hoogste punt van de bouw bereikt. Het ligt in de planning om het werk binnen een jaar op te leveren. Vandaag een belangrijk moment. Wat we noemen, we hebben de top bereikt, het hoogste punt bereikt bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Inderdaad, we zijn bezig met de renovatie van de twee panden. Wat we zeggen waterkant 30 en waterkant 32. En vandaag een mooi moment. We mogen ook even binnenkijken hoe de werkzaamheden verlopen. En ik heb me laten vertellen door de aannemer dat we dus on track zijn. Binnen welk termijn zullen deze twee panden opgeleverd worden? Nou, het moet niet zo lang meer duren. Uiteraard zijn er ook andere gebouwen welke gerenoveerd worden. Mirandastraat, daar zitten we ook mee. Die zal natuurlijk eerst worden opgeleverd. Dan sociale zaken en volkshuisvesting. En dan hebben we ook nog de gebouwen van het ministerie van Justitie en Politie. Waar er een aanvang gemaakt gaat worden met de renovatiewerkzaamheden. Wat zal de meerwaarde moeten zijn van de renovatie van deze panden? Het groter plaatje is natuurlijk die historische binnenstad van Paramaribo weer leefbaar te maken. Daar gaat het eigenlijk om. En leefbaar maken op verschillende manieren. Sociaal, mensen moeten weer, er moet wat bedrijvigheid weer komen. Mensen moeten weer blij zijn om in die binnenstad te komen. Mensen moeten weer in die binnenstad willen wonen. Economisch, ja, moet het ook zijn voordelen hebben. Niet alleen maar voor toerisme, maar ook voor de mensen in Suriname, snap je? En daarom is het belangrijk dat we een aantal dingen doen en wat we onder andere doen is het aanpakken van die historische gebouwen, die historische panden. En we zitten natuurlijk, Paramaribo, de historische binnenstad, zit op die UNESCO werelderfgoedlijst en dat betekent dat wat erin zit, jij moet behouden, jij moet conserveren. En dat doen we onder andere met het renoveren van die 7 gebouwen waarmee we dus nu bezig zijn. Het project is dus nu een uitvoering om een 7-tal gebouwen te renoveren. Ja. Is er binnen dit programma voldoende rekening gehouden met onderhoud en de duurzaamheid van deze panden? Dat is een van de belangrijke dingen, want over 5 jaar moeten we niet weer hier staan en zeggen van we gaan weer beginnen met renovatie. Dat is een van de belangrijke dingen waar naar gekeken wordt. Hoe gaan we dat aanpakken? En daarom zijn er verschillende zaken opgenomen in de overeenkomsten, ook met de ministeries, om daar goed invulling aan te geven, zodat de renovatie beter ter hand genomen kan worden dan het al was. In het PURP-project zit natuurlijk ook die renovatie, die rehabilitatie van waterkant. We kijken ook naar het parkeerbeleid in die historische binnenstad. We kijken ook naar de kwestie van de thuis- en daklozen. Het is een samenhang van verschillende zaken. En dan moeten we gaan kijken naar beheersraden. Als we straks waterkant helemaal mooi hebben gemaakt, wie gaat erop toezien dat het ook mooi blijft en goed onderhouden wordt? Dus dat zijn ook dingen waar naar meteen gekeken wordt, zodat dingen structureel goed bijgehouden worden en goed, onderhouden worden.